Nou, heel leuk om bij te zijn, dames en heren. En met u iets te delen over het geheugen daarboven. Oh, leuk. En daarboven net zo leuk natuurlijk. Om wat met u te delen. We hebben wat muziek, we hebben bewegen. We hebben allerlei dingen om te kijken hoe we dat geheugen nou kunnen, zeg maar, zo kunnen optimaal mogelijk kunnen maken. Laten we eerst maar even heel stoer doen. En kijken wat het geheugen eigenlijk voorstelt in het brein. Je kunt niet alles doen. In zo'n half uur heb ik ongeveer 35 minuten, geloof ik. Dus een paar dingen. Als u kijkt in het brein, ik heb het hier nog een keer hierboven staan. Dit is wat meer schematisch. Dan zijn er een paar gebieden die er echt uitspringen. Vergeef mij, want je kunt eigenlijk niet lokaliseren meer in het brein. Je moet denken in functionele circuits. Daar gaan we nog naar kijken. Maar goed, even voor de start. Wou ik u wijzen op de hippocampus en amygdala. En op de prefrontale cortex. Uw neus zit hier. Dus dit is de frontale lob. Prefrontale cortex zit helemaal vooraan. En de hippocampus en de amygdala liggen diep in uw slaapkwab. Even een vraag van mij aan u. Wie is er bekend met de hippocampus? En als ik aan u zou vragen, inderdaad, noem mij de hoofdfunctie, dan zou u zeggen? Ik ga nog één keer vragen. De hoofdfunctie van de hippocampus, wat zou uw antwoord zijn? Ja, geheugen. Geheugen. Het aardige is dat heel weinig mensen, ja, niet meteen helemaal, hè, het is al mooi, het is oké zo, hè. Het leuke is dat mensen zich heel weinig realiseren dat de hippocampus, die ligt dus in de binnenkant van de slaapkwab, dat die enorm belangrijk is voor bewegen. Als ik hier zo door de ruimte loop, ik kan hier zo doorheen lopen, ik ben nergens aan gebonden, moet eens kijken zo. Vind je geweldig trouwens? Nee, niemand vindt het geweldig, terwijl het echt geweldig is, want ik kan dit alleen maar doen rondom die katheder lopen zonder ergens tegenaan te botsen, dankzij de hippocampus, want die hippocampus is heel belangrijk voor bewegen in de ruimte. Dus u moet mij nog maar eens een gebied aanwijzen in het brein, waarvan u denkt dat is typisch een motorisch gebied, zonder dat er cognitieve functies aan verbonden zijn. Of omgekeerd, het is typisch een cognitief gebied zonder motoriek. Dat vindt u bijna niet meer. Het zijn dus steeds, dat is natuurlijk een hele leuke boodschap voor vanmiddag, het zijn steeds gebieden, circuits, die met elkaar zowel motoriek doen als cognitie. Ben ik helder, dames en heren? En dus dat betekent dat als u niet beweegt, dat u een hele mooie bron naar het brein laat liggen. Het betekent niet dat mensen die niet kunnen bewegen, dat die een inferieur brein zouden hebben. Zou ik echt hier onzin uit staan te spreken, want u weet, Steve Hawking, een van de meest briljante breinen op dit moment, heeft al heel veel jaren ALS, typische vorm, waardoor hij niet beweegt. Maar bewegen, en ik zal u straks laten zien, muziek ook, dat is natuurlijk leuk in de kunst, is een geweldige impuls voor dat brein. Als we dat nou met elkaar afspreken, dan gaat het helemaal goed. U ziet hier dus die gebieden liggen. Hier in de slaapkwab, amygdala en hippocampus en de prefrontale cortex. Nog één vraag aan het publiek. Wie kent de amygdala? Waar kent u? Wat is de hoofdfunctie? Heel goed, emotioneel geheugen. En dat betekent dus, die twee liggen heel dicht bij elkaar, de amygdala en de hippocampus. En dat betekent dat als u iets, bijvoorbeeld u koopt een ring met uw geliefde. Oh, niemand kan het zich hier voorstellen, kennelijk. Nou, in Amsterdam kun je je dat heel goed voorstellen, dat je daar een romantisch moment hebt, een prachtige vakantie, en je koopt een ring met je geliefde. En dan, als u dan in de scan zou gaan liggen, dan zult u zien dat de amygdala gigantische activiteit laat zien. En dat u jaren later, weet u dat nog heel goed herinneren. Want het was een emotioneel moment, en het is helemaal in uw brein ingegraven, zeg maar. Maar als u straks vanmiddag een rookworst gaat kopen bij de HEMA, ja, dan hoop ik niet dat uw amygdala dezelfde activiteit laat zien. Mocht dat zo zijn, bel me morgen. Want het is enorm interessant om dan te kijken wat er gebeurt. Als u over 20 jaar nog weet dat u de rookworst gekocht heeft. Dat mag ik niet hopen. Maar u begrijpt, het is een emotionele samenwerking tussen die twee gebieden. Die ook heel dicht bij elkaar liggen. En die prefrontale cortex. Ik denk dat we met name vanmiddag, ik u wil laten zien hoe dit geweldige gebied een rol speelt bij geheugen. En hoe we dat kunnen activeren. Dit is overigens het deel van het brein wat het laatst klaar is in aanleg. Dus onze kinderen, de jeugd tot 25, 30ste levensjaar, die bouwen nog aan dit gedeelte van het brein. En dan met name de baansystemen, de witte stof. De witte stof zijn de baansystemen, de verbindingen tussen de gebieden. De gebieden zelf zijn grijze stof. Dus als we tegen elkaar zeggen, man, gebruik toch je grijze massa, dan zegt u eigenlijk, gebruik je zenuwcellen. We houden ook kunnen zeggen, gebruik je witte massa, denk ik verstandiger, want dan heb je het over de baansystemen die die gebieden verbinden. Ben ik helder? Ga ik te hard? Ga ik oké? Tempo oké? Goed.
Laten we maar eens in het brein kijken. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Kijk, uw neus zit aan deze kant. Dit is zo'n baansysteem dat verbindt die frontale lob. Ik ga nog even terug. Want u kunt zich afvragen, hoe verbind je nou frontaal met die gebieden zoals de amygdala en de hippocampus? Want u begrijpt, die moeten met elkaar kunnen praten tijdens het geheugen. Dit is zo'n systeem. Hier zit uw neus. Dit is frontaal. En dit prachtige baan, dit is dus eigenlijk witte stof. Dat baansysteem verbindt helemaal achter zo met uw slaapkamp. Dus frontaal met de hippocampus en de amygdala. Kunt u zich een beetje voorstellen? U moet even reageren, ja of nee? Ja, vindt u trouwens geen prachtig plaatje? Ah, dat kan een stuk enthousiaster, dames en heren. Sorry. U kijkt hier wel naar mijn leven, hè? Dus ik ga het u nog een keer vragen. Vindt u geen prachtig plaatje? Ja, een beetje los te komen, hè? Moet ook wel. Ja, dit is fantastisch. Waarom ben ik enthousiast over dit baansysteem? Ik ben enthousiast om meerdere redenen. 1. Hij speelt een grote rol bij geheugen en bij aandacht. Even nog voor de helderheid. Ik weet niet of u allemaal neurobiologie gestudeerd heeft, misschien niet. Maar de afstand, hoe groter de afstand tussen hersengebieden, dus bijvoorbeeld het gebied wat hier ligt, wil praten met het gebied wat daar ligt, hoe groter de afstand, hoe complexer de cognitieve functie. Dus, zo'n baansysteem, waar ik dus dol op ben, er zijn ongeveer 15 van beschreven al in het brein, kunt u nagaan, dit is er maar 1, die speelt een rol bij complexe functies, geheugen is een complexe functie, aandacht, maar ook bijvoorbeeld empathie. Empathie is een waanzinnig complexe functie. Het betekent namelijk dat ik nu denk te weten wat u voelt en denkt, en u denkt nu te weten wat ik voel en denk. Nou, dat is heel complex, dat kan ik u wel zeggen. En daar speelt dit baansysteem een grote rol bij. Misschien leuk, het heeft ook wel iets te maken eigenlijk met vandaag. Het is soms een zijstapje, maar vandaag past het eigenlijk wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, ik wou eens met u delen. Als je kijkt naar kinderen met autisme bijvoorbeeld, daar is dit baansysteem ook beschreven. En dan zie je dat op deze hoogte, dit is op de hoogte van de motorische gebieden, is dat baansysteem een klein beetje dikker. En dat betekent dat een signaal wat hier vandaan, van dit gebied naar dat gebied wil, of omgekeerd, dat gaat sprongsgewijs overigens, dat heeft dan wat meer moeite om over die dikte heen te komen. En u weet, kinderen met autisme, die zijn kwetsbaar qua empathisch vermogen. Ben ik helder? Dan zie je andere studies, daar word ik al heel enthousiast over dat soort combinaties namelijk, zie je andere studies die niet met autisme zijn gedaan. En die studies laten zien dat als ik nou begin met het bespelen van een muziekinstrument, en ik doe dat zo'n 10 maanden, 12 maanden, dan zie je dat die vezeltjes, dat is allemaal vezels zijn dit, die vezeltjes die beginnen zich beter te richten naar één kant toe. Ik zeg het maar een beetje simpel. Maar die richten zich wat beter. En omdat ze zich beter richten, gaat het signaaltje er wat makkelijker overheen. En dan zie je andere studies, en die laten zien dat bij kinderen met autisme, als die beginnen met het bespelen van een instrument, van een muziekinstrument, en ze doen dat ook zo'n jaar, dan verbetert hun empathisch vermogen. Vind je het niet geweldig? Het is toch fantastisch. En er zijn er geen 100 studies. Ik kan niet zeggen, het is zo. Hè, want dat is, ik ben zo'n wetenschapper niet, die roept, ja, dat is allemaal vastgesteld. Nee, maar het is toch geweldig om die combinatie te maken en te zien hoe ver wij al kunnen denken, zeg maar, voor dit soort systemen. Ik ben bijvoorbeeld aangesloten, en ik doe heel veel samen met de stichting van Jaap en Aaltje van Zweden. Zegt u wat, Jaap van Zweden? Ja. En die hebben een stichting, wie weet hoe die heet? Toevallig. Papageno. En Papageno is een stichting speciaal voor autistische kinderen opgericht. Zij hebben een autistische zoon. En die zoon die sprak 8 jaar lang niet. Totdat hij een bepaald stuk muziek hoorde in de auto. En daarna is hij gaan spreken. En zij hebben die stichting, is een busje. En dat busje zit vol met muziekinstrumenten. En dat rijdt door Nederland. En de muziektherapeuten die bezoeken dan kinderen thuis. Kinderen met autisme. En gaan met die kinderen een muziekinstrument bespelen. Geweldig. Gewoon zo mooi. Als je kijkt een beetje zo in het brein wat er achter zou kunnen liggen, dan gaat mijn hart open. En ik merk dat dat bij u ook zo is. Witte stof. Zo ziet het dus eigenlijk uit in het brein. Dus dit baansysteem ziet er in het brein in werkelijkheid zo uit. Uw neus zit hier. En dit is die witte stof. Ja, u had eigenlijk nu even moeten roepen. Wauw. Zullen we het even proberen? Daar komt hij, even terug. Ja, en dan komt hij. Ja, dat is toch wauw. Dit is toch prachtig. En het leuke is dat, zo ziet het eruit als je in het brein gaat kijken. Het is heel super spectaculair. En nou is de vraag, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld frontaal, wat zo enorm verbonden is met de hippocampus en de amygdala, hoe kunnen we die gebieden nou optimaal stimuleren? Nou, laten we naar kijken. Dit is een wat meer schematische plaatje. Laten we eens kijken, als u nou bijvoorbeeld naar muziek luistert. U ziet hier het binnenoor, de cochlea.
u hoort muziek. Het gek is een beetje, ik ga een beetje zo staan. Dit is precies zoals het is. Uw neus zit aan deze kant. Dit is weer frontaal. Hier ligt de amygdala. Nou, luistert u muziek. Ik sta dus aan de goede kant. Precies zoals het is. Uw oor zit eigenlijk al helemaal in de slaapkwap. Dus je zou denken, wat u hoort, gaat rechtstreeks dan die slaapkwap in. Dat is niet zo. Want u ziet dat vanuit het binnenoor gaat die muziek gaat eerst hier naar uw hersenstam. Dit is de pons, dat is een beetje die uitstulping. Dit zijn uw kleine hersenen. Dus die muziek gaat eerst naar uw hersenstam. Klimt dan omhoog. Aha, hij doet de amygdala aan. De amygdala. Dus u voelt zich heel positief. U raakt positief geëmotioneerd door die muziek. Dan gaat die muziek omhoog. En hier ziet u een kleine afwaaiering naar dit gebied. En dat gebied heet, ik ga u niet doodgooien met hersengebieden, maar een paar. Vindt u het leuk, een paar gebieden? Ja, dat is helemaal top gewoon. Helemaal top. Kijk, en dit gebied heet, wie weet het ervoor? Wie weet het? Ja, wat goed. Wie zei dat? Heel top. En waar kent u het dan? Weet u ook de functie? U komt uit het vak. Nou, ga ik extra opletten of ik de waarheid vertel. En anders dan gooit u met iets. Goed. Maar de nuchtus accumbens is dus eigenlijk het gebied wat belangrijk is helemaal in onze craving. En craving is verlangen naar. Dus als u iets heel fijn vindt, dan wilt u meer en meer. U kunt zich voorstellen dat dat door de hele dag heen kan zijn op allerlei gebieden. U kunt een glaasje rode wijn wensen straks, een borrel. Nou ja, ik hoef u de geneugte van het leven niet op te noemen. Ja. De nucleus accumbens. Ja, echt heel wereldberoemd. Zit in het grote systeem van de reward, van de beloning. Dus u ziet, hè, die muziek die komt binnen. De amygdala doet positief mee. U vindt het prachtig. U wordt beloond. U wil meer en meer en meer. En uiteindelijk gaat dat hele baansysteem hier naar boven, naar uw motorische gebieden. En dat leuke is in deze studie, dat als u muziek hoort, dat u de neiging heeft om te gaan bewegen. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Heeft u dat ook niet? Als je ergens binnenkomt en muziek draait, dan wil je mee. En het leuke is zelfs als u aan de muziek denkt, dus de imagery, de inbeelding, zet het motorische systeem al aan de gang. Daar wou ik eens met u naar kijken ook. Dus u hoeft er niet eens actief naar te luisteren. Maar als u al inbeeldt de melodie, het nummer, dan begint dat al. En u ziet die grote afwaaiing hier naar uw prefrontale cortex, naar die frontale lob. Dus u heeft de amygdala te pakken, u heeft de frontale lob te pakken, u heeft het geheugensysteem, zeg maar, voor vandaag te pakken. U moet eens kijken wat muziek daarop doet. Nou, we gaan door. Ah ja, ik ga door op die imagery. Moet u eens kijken wat er gebeurt, ga ik aan u vragen. U hoort een stukje muziek, u moet even luisteren. En dan vraag ik of u hetzelfde stukje muziek wilt inbeelden. Even wil imagination over die muziek. Ben ik helder? En dan moet u even voelen of er verschil is in het gevoel of niet. Ik kom erop terug. Maar laten we eerst maar even die fragmenten doen. Ze zijn heel klein, maar het moet lukken. Ik heb het net geprobeerd. Nou moet u het even indenken. Weer hetzelfde stukje muziek dus. Laat het even, doet uw ogen dicht, wat u wil. Denk even na. Oké, volgende fragment. Oh, terug. Het een beetje korter dan normaal. Even indenken weer. Even weer die imagination. Oké. Komt het derde fragment. Precies uit die studie. Dus ik heb het niet zelf bedacht. Komt uit die studie vandaan. Klaar, mooi. Nou is mijn vraag aan u. Wie van u denkt, moet even handen, is altijd leuk. Wie van u denkt dat
of wie van u voelde een beetje dat het actief luisteren en daarna het inbeelden, bij wie bracht dat hetzelfde arousal gevoel omhoog, zeg maar, de opwinding? Ja, even los van het stuk, maar dat u het idee had van ik voel me daar, als ik het echt hoor, meer opgewonden dan ik het inbeeld. Wie vond de inbeelding sterker in het gevoel dan het actief luisteren? Ook een paar mensen. Als u kijkt naar deze studies, maar het is natuurlijk in zo'n verhaaltje als nu, ik pak een paar studies. Er zijn vast en zeker studies die het weer wat anders aantonen. Maar die hebben dus gekeken van hoe opgewonden raakt u ervan als u actief luistert of dat u het inbeeldt. En twee, wanneer was uw emotie nou het sterkste bij die stukken? Toen u het hoorde of toen u het inbeeldde? Nog even handen, wie dacht als je het hoort sterker dan het inbeelden? Oh, wow, dat is toch steeds het meeste, ja. En wie dacht het omgekeerde, inbeelding sterker? Oké, nou, we zullen zien wat het heeft opgeleverd in die studie. Aan deze kant, ik hoop dat het goed te zien is. Dit was de arousal en dit is de emotie. En die stippenlijn is de inbeelding. En die vaste lijn is als u het echt hoorde. En u ziet eigenlijk dat bij Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Soms een beetje eronder, soms een beetje erboven, zoals hier. Dus die arousal was in die studie, u ziet al, bij u is dat toch alweer anders, was het eigenlijk hetzelfde, of je het nou hoorde of je inbeelde. En bij deze studie ging het over de emotie en u ziet dat die lijnen eigenlijk ook redelijk parallel lopen. Dit was gedaan met vragenlijsten en dan ga je natuurlijk ook in het brein kijken. Wie van u denkt dat er in het brein ongeveer hetzelfde gebeurde of u het nou hoorde of inbeelde? Even handen, wie denkt hetzelfde? Wie denkt iets anders? Oh, een aantal mensen denken helemaal niks, dat is wel zorgelijk op zich. Oud grapje, maar goed. Even kijken, ja, dit is het uiteindelijke resultaat. En dan is dit het beste plaatje, denk ik. Uw neus zit nu aan deze kant. Ik wissel tijdens de presentatie steeds van kant. Dus soms zit uw neus hier en dan daar. Het is vooral om u wakker te houden op dit tijdstip van de dag. Uw neus zit hier. En wat zie je? Dat als je die twee van elkaar aftrekt, bijvoorbeeld imagination, trek je hier af van het actief luisteren, dan ziet u dat dit gebied heel actief wordt. Overblijft eigenlijk. Terwijl als u het luisteren aftrekt van de inbeelding, dan ziet u die blauwe gebieden, die blijven het meest actief. Dat is interessant. Het is dus toch verschillend wat er in dat brein gebeurt als u zich iets inbeeldt of als u actief luistert naar die muziek. En dan is het natuurlijk ook leuk om te kijken, kan ik daar wat mee in het klinische veld? Voorzichtig, maar ik vind het toch leuk. Kijk, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar kinderen met autisme, ik kom maar terug op die kinderen. U heeft dus straks al dat mooie baansysteem gezien, wat zo helemaal door het hele brein heen loopt. En u ziet eigenlijk dat dat baansysteem verbindt frontaal met gebieden die hier achterin liggen. Parietaal. Deze gebieden, het thema vandaag is geheugen, deze gebieden spelen een grote rol ook, niet alleen bij empathie, maar ook bij werkgeheugen. En werkgeheugen betekent dat deel van het geheugen waarmee u de informatie opslaat. Dus, interessant dat als kinderen met autisme, dat stel ik me er dan maar bij voor, voor vandaag, als die denken aan muziek, het zich inbeelden, dan zie je dus dat precies in die kwetsbaarheid activiteit ontstaat. Dat is het leuk, want dat wil je eigenlijk, hè? Ben ik helder, dames en heren, de boodschap? Ja, dat vind ik geweldig leuk. En hoe wordt het nou bekeken? Hoe weten we nou dat bij kinderen met zo'n autisme of deze gebieden inderdaad ook wel kwetsbaar zijn? Dat is bijvoorbeeld met deze studie gedaan. En u ziet het hier al bovenin staan. Frontoparietaal. Frontale lob dus. En die parietale lob. Ga nog één keer terug voor de helderheid. Frontaal en parietaal. Werkgeheugen. Kwetsbaar bij kinderen met autisme. En u ziet, hebben ze het onder andere zo gedaan. Dit is de persoon met autisme en dit is een andere persoon. En in dit gezicht komt steeds meer van die persoon, wordt steeds meer zichtbaar gemaakt. Hier 20%, 40%, 60%, 80%. De vraag is aan die persoon met autisme, wanneer herken je je eigen gezicht? Is dat al hier of moet je helemaal deze kant uit? En het aardige is natuurlijk dat hoe sneller je eigen gezicht herkent, hoe zeg maar sterker de empathie is. Dus die eigen herkenning van je eigen gezicht zeg maar, is een maat voor invoelend vermogen. Vindt u het helder, deze studie? Ja. En dan ziet u, daar ging het mij om, dat met name frontoparietaal hier heel sterk in naar voren komt. Als ik terugga naar deze studie, dan ziet u dat dit gebied blijft over als luisteren, zeg maar luisteren sterker dan inbeelding. En uw neus staat hier, u moet direct de andere kant uit namelijk. En dit gebied heet de superior temporal gyrus. En dat zit boven uw slaapkwap. Dus een beetje aan de zijkant. Als ik zo ga staan, sta ik weer goed. Moet u een beetje denken aan de slaapkap, een beetje bovenin.
niet helemaal bovenin, maar toch behoorlijk. Dan gaan we kijken wat me dat aan doet denken als ik dan denk aan klinische populaties. We hebben het net gehad over kinderen met autisme. Nu kijk ik eerst naar de ouderdom. Het is wel een ingrijpend plaatje. Ik weet niet of u dat wil, ga ik nog aan u vragen. Dit is weer de voorkant, dit is frontaal. Hier zit uw neus. Dit is het brein van iemand die uiteraard is overleden, maar niet aan een dementie. Dit is een beetje mijn brein. Kijk maar, want het brein heeft al hier en daar een klein beetje atrofie. Ziet u wel, dat is al een klein beetje, is het ietsje verschrompeld. Het is al een klein beetje met die groefjes die wat dieper zijn. Dit brein weegt nog zo'n 1375 gram. Uw brein weegt zeker 1500 gram. Ik zeg het er maar bij. Dank u. Krijgt u allemaal gratis en voor niks. Dit soort complimenten. Nu laat ik u zien het brein van iemand die overleden is aan de ziekte van Alzheimer. Wilt u dat zien? Nou, het is wel indrukwekkend, zeg het erbij. Vergelijkt u maar. Kijk, daar komt hij. Dit is weer de voorkant. Dit is weer frontaal. En hier ziet u die superior temporal gyrus. Dus ik weet niet of u kunt terugkijken. Even nog snel. Ja, op. Dit gebied hier. Uw neus zit nu daar. Dit gebied hier is in feite, als u doorkijkt, is dat nu zeg maar dit gebied hier. Ziet u het? Dit brein weegt nog 375 gram. Dus een kilo minder. En die kilo, dat kilo verlies zeg maar, is niet alleen neuronaal verlies, dus niet alleen zenuwcellen, niet alleen grijze stof en witte stof, niet alleen verlies, maar ook veel, veel atrofie. En atrofie betekent verschrompeling van het brein. Dus de neuronen, de zenuwcellen, die hebben nog wel een zekere stofwisseling, zeker metabolisme, maar het is heel laag. En wij doen ons al hele leven ons best om te kijken of je wat aan dat lage metabolisme kunt doen. Of je dat, die stofwisseling weer een beetje kunt oppeppen. Niet om die ziekte te genezen, want dan zou ik voor idioot zijn als ik dat zou zeggen. Maar wel om iets te doen aan de gevolgen van die ziekte. En de gevolgen zijn bijvoorbeeld nachtelijke onrust, stemmingsveranderingen. Denkt u aan depressie, aan angst en aan verdriet. Een beetje meer aandacht, dat soort dingen. En dat proberen we dus met non-farmacologische interventies. Dat betekent muziek, bewegen, verrijkte omgeving. Dat is natuurlijk fantastisch om te lezen. Als u literatuur zoekt voor het weekend, dan heb ik een tip. Namelijk, leest u iets over enriched environment en het brein. En dat zijn jonge breinen, oude breinen, allemaal geweldig om te lezen. Dus u voelt wel aan, muziek bijvoorbeeld, maar natuurlijk niet meer in een eindstadium zoals ik u hier laat zien. Maar van het prille begin, liefst nog preventief, kan muziek misschien wel iets doen aan de atrofie in die kwetsbare hersengebieden. Goed, ja. We hebben het nu over inbeelding, hè? En we hebben het over luisteren, maar ook over imagery. En dit was heel leuk, want dit kwam gewoon in een van die wetenschappelijke studies werd dit beschreven. Deze man, een violist in Haiti, en die werd bedolven tijdens die aardbeving onder een gigantische puinhoop beton. En de redding was ver en ver weg. En hij heeft het overleefd, maar hij vertelt dat liggend daar begon hij terug te denken aan zijn vioolooptreden, zijn violist. En hij begon terug te denken aan zijn prachtige concerten die hij zelf speelde. En door daar aan terug te denken, verplaatste hij zich ook in de concertzaal. Dus hij kwam daar weg, als het ware, uit die puinbakken vandaan en was in die concertzaal. En zo zegt hij, vertelt hij later, hè, het is gewoon een hele leuke anekdote natuurlijk, dat hem dat gered heeft om door die vele, vele uren heen te komen, dat hij daar onder dat beton lag. Zo kan je dus nog iets zeg maar extra toevoegen aan imagery. Oké, we gaan iets samen doen. Namelijk, en we zitten dus steeds in die gebieden voor het geheugen. Ik weet niet of ik dat steeds helder naar voren breng, maar we hebben het over de prefrontale cortex. We hebben het over die slaapkwab. En ik heb u in het begin verteld, dat zijn onze geheugensystemen. Is dat helder, dames en heren? Bent u nog bij me? Vindt u het oké zoals het gaat? Oké. Ik heb ook nog vakantiedia's bij me, maar ik weet niet of dat een enorme verbetering is. Ik wil u laten zien wat nou het verschil tussen een muzikus en een niet-muzikus. Als je bijvoorbeeld denkt aan muziek houdt opeens op en wat is dan de volgende toon? Wat verwacht de muzikus? Welke toon is logisch en wat verwacht de niet-muzikus? En zie je in het brein daar misschien iets van terug? Nou, op de ene manier hebben ze er heel veel de feiten van beter overgenomen in die studies. Maar daar kan ik ook niets aan doen. Ik heb dus echt de originele stukken genomen. Ja, iemand uit het publiek zei laatst, die feiten van Beethoven, dat brengt met mij een heel negatief gevoel naar voren. Weet iemand van u toevallig waarom? Dat had met iets heel speciaals te maken. Wie weet het?
Heel goed, de Tweede Wereldoorlog. En wat? Nou, u zit... Heel goed, het herkenningssignaal van Radio Engeland. En dat begon met ta-ta-ta-ta. En dat is de code voor de morse voor victory. En daar, die man zei, hij kreeg er altijd kriebels van. Nou, ik moest hem dus die avond flink plagen, want ik kwam voortdurend met deze stukken naar voren. Maar goed, luister goed. Ik doe dus weer een klein fragment. Opeens stopt het. En dan in de tweede, die middelste, gaat er één toon. In de derde een andere toon. En nu moet raden welke was nou de juiste toon die door had moeten gaan. Ben ik helder? Oké, daar komt-ie. Ja, hou vast. Wat is de volgende? Of? Welke is het? Wauw, u bent wel super muzikaal dus. Waanzinnig, ik had wel gedacht eigenlijk. Ik denk, dit wordt helemaal niks. U bent te goed gewoon. En wat is nou het leuke? Dat, stel dat u niet muzikaal was geweest. Hè? Maar u bent dus allemaal professioneel, dat is duidelijk. Maar dan ziet u hier het verschil tussen een niet-muzikus en een muzikus. Namelijk, die toon, die eerste toon die u dan moet horen en die deugt niet. Dan zie je bij die niet-muzikus, daar gebeurt niks als je een EEG maakt van het brein. Dus het is elektrische activiteit. Maar de muzikus, die heeft al heel snel, zonder dat hij het al gemeld heeft, zegt het brein al, die toon deugt niet. Dit is een mismatch, negativity, bekend fenomeen. Het brein geeft al heel vroeg aan, nee, ja. Ja. Ja, dat is een leuke vraag. Uw collega hier vraagt, dan is het nou ook met andere stukken gedaan? Want dit is te duidelijk, te bekend. Dus je weet echt wel welke de volgende toon is. Het leuke is eigenlijk dat je hier aan moet verbinden. Dat stel, u hoort gewoon een stuk muziek die u niet kent. Een muzikus en een niet-muzikus. En u stopt er ergens mee, dan weet de muzikus door zijn ervaring wat de meest logische volgende toon is. En de niet-muzikus weet dat niet. En dan zie je dit dus ook. Ja, heel leuk. Ja, ik ga met u even nog iets meer het brein in. Lijkt u dat een leuk idee? Ja. Uw neus zit u hier. Ik snijd het brein nu zo door, dus u kijkt zo meteen vanaf deze kant, batch er bovenop. Dat is maar dat u het weet. Dus ik haal deze kap er even af en dan kijken we zo in het brein. En dan moet u eens opletten op dit gebied wat hier ligt. Dat heet onder andere het putamen. En het aardige is dat de studie is gedaan naar, als je nou, we hebben het over anticiperen op wat er komt in de muziek. Hè. We hebben dat stukje Beethoven afgekapt. Gevraagd er nu, wat is de volgende toon? U kunt dat natuurlijk voor elk nummer doen. U weet op een gegeven moment precies wat er gaat komen. U anticipeert. Is ook bekeken in de scan. En wat ziet u? Dat, en u kunt naar al die plaatjes kijken hoor, maar ik wou u op deze wijzen. Ik moet even terug naar deze. Dus ik heb het hier doorgesneden. Ik kijk u nu van bovenop in dat brein. Kunt u het zich voorstellen nu? Uw neus zit hier. En dan zie je dus een grote activiteit in dat putamen. En dat putamen, dat is een gebied, eigenlijk een motorisch gebied, diep in het brein. Moet u zich voorstellen, dus u hoort muziek. U anticipeert erop. En de grote activiteit ziet u in een motorisch gebied. Dat is al heel leuk. En de tweede wat mij aanspreekt is dat dit gebied is beschreven bij, wie weet het toevallig, bij welke ziekte? Heel goed, bij de ziekte van Parkinson. Moet u zich voorstellen, hè, ik doe het even na, maar uiteraard met alle respect voor iedere Parkinson-patiënt. Maar Parkinson betekent, daar zit dus het grote probleem, deels zit dus hier in deze gebieden, een verarming van de motoriek. Kleine pasjes. En dan zie je dus, als je bij Parkinson-patiënten zegt, maar ik zeg het een beetje, hè, een koptelefoon opzet en je speelt muziek, vooral het ritme ook daarin, dan zie je dat dus die gebieden daarop reageren, waardoor die Parkinson, dus eigenlijk patiënt, steeds weer beter gaat lopen. Het is niet zo dat hij dus vanuit dit opeens... zo is het ook weer niet, maar het is wel een hele belangrijke prikkel. En dat zie je dus hierin terug, in dit soort gebieden. En ik moet u zeggen, dat moet u maar van mij aannemen, dat zo'n gebied wat hier ligt, heeft een enorm sterk contact met uw frontale lob. Dus als u vraagt, spreken we hier nog steeds over geheugensystemen? Is het antwoord ja. Ja, het is gewoon echt heel mooi. En als we dan toch over zeg maar dit gebied hebben, en we hebben het bijvoorbeeld over dansen, hè, want we hebben het over muziek, we hebben het over bewegen.
Maar dans past daar natuurlijk bij, want dat is bewegen op muziek. Nou, ik kon weinig studies vinden die ook echt in de scan zijn gegaan. Want u begrijpt wel, dansen in de scan, dat kan haast niet. Gezien de ruimte, maar ook je mag niet bewegen met je hoofd. Maar ze hebben dus dit bedacht. Deze dame, er is veel kritiek geweest op die studie, want ze vinden dat zij veel te mooi en te lange been heeft. Nou ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, ik vind het ook wel, maar ik bedoel, wat heeft het ermee te maken? Maar goed, deze dame die heeft dus danspasjes gemaakt hier op dit blad. Echte danspasjes. En men heeft gekeken wat zich in dat hoofd afspeelt. Bij dat dansen. Moet eens kijken. Kijk, vooral hier. Daar waar bewogen wordt op het ritme van de muziek. En wat zie je dan terugkomen in haar brein? U ziet dat ook het putamen weer geweldig reageert. Ziet u? Dus hier heb je een mooie onderbouwing voor het feit dat diep in dat brein, in die motorische gebieden, je activiteiten tegenkomt die ook weer met het geheugen te maken hebben. Ben ik nog steeds helder in de goede lijn? Ja. Ik geloof niet dat dit echt om een professionele of niet-professionele danser ging. Ik denk dat u dezelfde activiteit zult zien. Ja. Sorry? Ja, dit was wel met een koptelefoon op. Ja, dat kan wel in de scan. Deze andere gebieden zijn de auditieve cortex, dus de schors die het geluid zeg maar, ontvangt. Ja. Heel goed, heel goed. Ja, het is waanzinnig, je kan er over gang blijven. En het leuke is nu dat als je nou het inbeeldt, die muziek, als je blijft inbeelden, ook die motoriek erbij. Nou, u ziet het hier heel, heel lastig misschien, maar dit gele plekje wat u hier ziet is weer dat putamen. Dus u ziet steeds diep in het brein is er ook een topactie en dat allemaal in verband met die prefrontale cortex. Goed. Dan zult u zich ook kunnen afvragen, maar speelt het nou een rol of je naar Rachmaninoff nog luistert, of naar Beethoven, of naar, ik hoop dat ik het nu goed zeg, Usher, of naar Kiss. Zeg ik het goed, Usher? Ik kijk naar de jeugd. Usher. Oh ja, ja nou ik zei eerst Usher, dat was helemaal fout. En nou is Usher ook niet goed. Usher. Ja, ik heb ook nog steeds, ik heb ook geroepen OMG, ik denk dat staat ook heel stoer, maar dat sloeg helemaal nergens op. Dus het is gewoon Usher. Wie van u denkt dat het uitmaakt? In het brein? Of je naar Usher luistert, naar Kiss of naar Rachmaninoff? Wie denkt dat het uitmaakt? Ja. Wie denkt dat het bepaald wordt door het feit of u ervan houdt van uw muziek? Ja, dat intuïtief weet u helemaal goed, hè? En we gaan kijken. Laten we eerst een klein stukje nog horen van Rachmaninoff. En natuurlijk schitterend mooi. Ja, het is te zonde eigenlijk om het af te breken, maar het is niet anders. Ja, moeten we ook Usher even doen. Oh my gosh, baby, let me. I did it again, so I'm gonna let go. Oh my, baby, let me love you down. There's so many. Vraag me af of dit erbij hoort. Volgens mij niet, hè? Hoort dit erbij als je het zo doet? Die hou ik vast. Vooral deze, oké. Je moet gewoon mee met de tijd. Ik weet dat een tijdje lang sprak ik altijd over chillax. Maar dat is er niet meer, hè? Dat chillax is eruit, hè? Zegt iemand het nog wel eens? Chillax? Nee, niet nog meer, oké. We gaan in het brein kijken wat het oplevert. Ja, kijk, en daar gaat het om. Het gaat erom, vindt u het mooi of vindt u het niet mooi? Wat u hier ziet, uw neus zit nu wel aan deze kant. Hier zit uw neus en daar. En wat ziet u als u het niet mooi vindt? Ziet u eigenlijk maar één gebied hier achterin. Een beetje hoog in de parietale lob. Een beetje naar achteren toe. Alleen dat gebied vlamt op. Terwijl hier, als u het mooi vindt, of als u het zelfs heel erg mooi vindt, ziet u weer een combinatie van frontaal, overigens hier een wat deactiviteit, maar ze werken samen, hoogactiviteit hier, en die ziet u hier ook, ziet u? Dus dat werkgeheugen, frontaal, parietaal, fantastisch als u van die muziek houdt. Vind je enorm, om dat nog naar te kijken, hè? Fantastisch mooi. Sorry? Nou, die heb ik niet meer op dit moment, maar... Nee, u bedoelt natuurlijk, wat doet muziek voor baby's? Ja,
Ja, dat is altijd lastig. Kijk, dan moet je studies kennen die dan dat allemaal hebben uitgezocht. Ik weet wel, het Mozart-effect voor moeder bestaat niet. Ook niet voor die kinderen en eigenlijk voor niemand. Ik werk er nou samen met Henk-Jan Honing. Hij is de hoogleraar muziekcognitie. En die heeft het helemaal goed bekeken. Ik denk dat het vooral er ook om gaat van wat vind je mooi. Dat brengt de stemming en dat brengt het ook het effect met zich mee. Maar wat is het Mozart-effect? Het Mozart-effect was eigenlijk dat alleen als je Mozart opzette, dat je dan juist die positieve effecten in je brein zou tegenkomen. Maar Henk-Jan Honing zegt altijd, je kunt ook een banaan eten. Als jij denkt dat dat geweldig is voor jezelf, dan heb je ongeveer hetzelfde effect in het brein bereikt. Nog even over de chills. Ik heb nog 3 minuten en ik wou nog iets laten zien. Nog iets over de chills. Als u nou echt naar iets luistert wat u echt beroert. Wie van u heeft het wel eens? Dat je echt zo'n shivering voelt. Een chill. Ja, geweldig, geweldig. Nou, ik zal één stukje en dan dan doe ik zelf die ik heel mooi vind. Dat is deze. U kent vast wel. Pas maar even om te proeven. Wat zie je in het brein? U kunt al die plaatjes kijken, maar ik zou u willen wijzen op deze hier, deze middelste hier. En dan ziet u dat dan het gedeelte wat hier actief wordt, is weer die prefrontale cortex. Echt ongelooflijk mooi om daar naar te kijken. Ik wil afsluiten. Ik wil afsluiten met een klein stukje van over een. Misschien herkent u haar van een van de documentaires, mevrouw van den Burg. En zij was een van mijn favoriete mensen die altijd meedeed in de colleges. En zij had al 10 jaar vasculaire dementie. En ze was compleet afhankelijk van de echtgenoot. Ik weet niet of u het gezien heeft. De man deed echt alles. Ze kon niet meer zelfstandig functioneren. Maar als ze achter de piano ging, dan raakte ze echt weer in, zeg maar, in die oude tijd. Ze voelde zich goed. De stemming verbeterde. En ze kon eigenlijk de zorgen van het leven kon ze weer veel en veel beter, zeg maar, aan. Op dat moment dat ze dan speelde, was het toen niet heel consistent. En het lijkt me heel leuk om dit met haar af te sluiten en moet dus kijken wat het betekent als je je hele leven muziek hebt gedaan. Wat dat dan toch nog betekent, ook als je 10 jaar lang al een vasculaire, dus een dementie op basis van vaatstoornissen. Zeer. Ik wou nog één slotopmerking maken en dat was, zij speelt dus, omdat het vandaag over geheugen gaat, heeft het putamen gezien, hè, bij de ziekte van Parkinson, een paar keer teruggekomen. Dat is een onderdeel van kernen diep in het brein, dat heb ik u verteld. En daar zit eigenlijk, als ik het zo al mag zeggen, een beetje gek, je kunt niet meer lokaliseren, maar daar zit eigenlijk uw procedureel geheugen. Dus alles wat u door en door geleerd heeft, dat zeg maar ook een beetje op de automatische piloot, dat gaat in die diepe gebieden, wordt dat weggewerkt. Niet alleen daar, zitten ook andere gebieden. En je ziet eigenlijk dat bij haar zijn dat soort structuren, ook aan de binnenkant, frontaal, zijn nog behoorlijk bewaard gebleven. En daar kan ze eigenlijk toch dit soort prachtige muziek over spelen. Nou, ik vond u geweldig publiek. Heel erg bedankt. Dankjewel. Ik zou graag...